dit is hem toch? Ja. Precies. Ja, jullie droom komt uit. Oh my god. Hey, ik hoop dat je zoet bent geweest, want vandaag gaan we helpen op een plek waar het snoepje om de oren vliegt. Dus ik zou goed je tanden poetsen naar deze aflevering. En je hoort natuurlijk weer een nieuw liedje. Dus blijf kijken naar Kinderen voor Kinderen. Help mee! Hey, gaf het niet mooi, Hans? Hans? Weet jij waarom pizzadozen nooit rond zijn? En er staan daar duiven met hoogtevrees. Nou, spoken er door jouw hoofd ook wel eens van die moeilijke vragen? Nou, je bent niet de enige. Kinderen voor Kinderen heeft hier een liedje over gemaakt. Luister maar. Hoe zeg je hutspot in het Chinees? Er staat er ook een duif met hoogtevrees. Waarom zijn er zoveel soorten brood? En word ik bij mijn spreker tot en groot? Moeilijke vragen, moeilijke vragen. Ik loop nu al dagen met moeilijke vragen. Meer dan 100.000 vragen. En ik weet dat ik er vast nog een vergeet. Bij Kinderen voor Kinderen krijgen we ook wel eens moeilijke vragen binnen van fans. Zoals deze. Ik ben Lois en eigenlijk snap ik niet waarom snoepjes zo klein zijn. Want als ik uit school kom, mag ik maar één snoepje. En mijn puppy Dax is veel jonger en die heeft een veel groter snoepje. Dat vind ik nog eens een leuke vraag. Wat nou als we Lois gaan helpen met één snoepje waar ze zo lang mee kan doen dat hondje Dax jaloers wordt op Lois? Ik ga even hulptroepen inschakelen. En gelukkig hebben we twee grote snoepmonsters in het koor zitten. Die willen vast wel even helpen. Hey, Jirai, hoe gaat het? Hey, Ridder. Ik ben lekker aan het TikTokken. Oh, nice. Hey, maak jij ook Kinderen voor Kinderen TikTok? Ja, kijk maar. Geef me een box. Tik hem aan. Tik hem aan. Hey! Want we gaan los. Kijk ons gaan. Kijk ons gaan. Ho! Doen en doen en doen. Ik word een held of kampioen. Want ik ben een echte dierenvriend. Heel goed. Heel goed. Hey, even een vraagje. Zou jij het leuk vinden om met Sebastiaan naar een grote snoepfabriek te gaan? Mogen we dan ook zelf snoep eten? Alleen dan gaan we mee. Oké, nee, dan gaan we regelen. Komt helemaal goed. Tot zo. Hey Hans, je moet een beetje opschieten, hè? Hier moeten ze ergens zijn, maar ik zie ze nog niet. Daar zijn ze! Hoi! Hey! Hey, jongens, hoe is het? Goed! Hey, voordat ik jullie mee ga nemen naar de mooiste plek op de wereld, gaan we eerst eventjes de moeilijke vragen-challenge doen. Vraag 1. Hoe plassen astronauten in de ruimte? Is er een keer iets op jeugdjournaal gezien? Over... Ja, dat was in een buis. Dat klopt, in een buis. Het is een soort stofzuiger waar ze dan inderdaad in plassen en zuigen ze dat op en dan is het weg. Nou, ja. Heel goed. Door naar de volgende vraag. Waarom zijn bananen krom? Volgens mij omdat ze anders niet in een schil passen. Dat is een, vind ik een heel creatief antwoord, omdat ze anders niet in de schil passen. Maar het echte wetenschappelijke antwoord is natuurlijk dat ze richting de zon groeien en daardoor zijn ze krom. Maar ik vond jouw antwoord eigenlijk veel beter. En dan de laatste vraag alweer. Wat doet een inktvis als hij honger heeft? Wat doet hij wel? Ja, van kleur. Oh ja, leguaan. Nou, wij denken dat als hij ergens een omgeving is en hij heeft honger, dat hij zijn kleur dan verandert naar die omgeving, waardoor hij zijn prooi makkelijker kan pakken. Kijk, dat is een heel slim antwoord en dat doen ze natuurlijk ook. Maar als hij echt heel veel honger heeft, dan vreet hij zichzelf gewoon lekker op. Echt? Ja, dat is echt waar. Ja. Maar voordat jullie jezelf gaan opeten, zullen we naar de snoepfabriek? Ja. Ja. Oké, let's go. Jongens, we gaan natuurlijk naar een grote snoepfabriek. Wat is jullie lievelingssnoep? Wat vind jij? Zure mat. Ja, ik heb wel een kleine verrassing voor je. Dat jullie zulke zure matties van elkaar zijn. Neem er even een. Of 2, of 3, of 4. Vind je het lekker? Nee. Neem eens even een hapje op. Oh, zuur gezicht. Oh, en jij eet het gewoon zo. Nou, ik denk niet dat we een hele grote zure mat moeten maken, want dan kan Lois niet aan, denk ik. Wow. Zo. Oh. Nou, dit is hem toch? Ja. Nou, laten we hem even uithalen dan.
Het zit vast. Oh, dit zit vast. Het gaat niet. Nou, dat is ook niet echt lekker. Misschien moeten we binnen even vragen of we een beter snoepje hebben, oké? Ja. 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 Oh, kijk, misschien kunnen we deze meenemen. Ja, dit kunnen we gewoon meenemen, jongens. Ja. Nou, zullen we dan even binnen vragen hoe duur ze zijn? Ja. Ja. Zo, voorzichtig, hè? Ja. Ja. Zou ze lekker zijn? Ja. Ja, ja, dat denk ik wel, hè? Hallo? Waar zijn ze? Hallo. Ah, hi. 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 Wij zouden deze lollies wel willen kopen. Ja, sorry, dat gaat helaas niet. Maar waar zijn jullie naar op zoek? Echt zo snoepjes. Ja, heel groot. Die verkopen we hier niet in deze winkel. Oh. Dus dan zou je ze zelf moeten maken. Oh ja, leuk. Dat vinden wij helemaal niet erg, toch? Ja, nee. Leuk. Oeh, zelf snoep maken. Dit is onze snoepfabriek. Wow. Wow. Zo, dus hier wordt al het snoep gemaakt. Ja. Oh, wow. Kijk, deze machine, daar worden de lollies gemaakt. Dit is het deeg. Dit wordt een regenbooglolly. Dus hij gaat hier doorheen. Vervolgens wordt hij hier gestampt. En dan komt hij hier op de rolband. En dan 16 per minuut gaan hier doorheen. 16? 16 per minuut. Dus dat is best wel veel. Wat zou je ermee doen? In zwemmen. In zwemmen? Misschien eens even gaan kijken hoe die lollies gemaakt worden. Kunnen wij niet even iets regelen? Dat we een badje, dat ze mogen zwemmen. 5, 6, 7, 8. Ja, dan gaan we even een bakje opblazen. Oké, jongens, jullie droom komt uit. Oh, jullie mogen zwemmen in de snoep. Oh. Ja! Yay! Yeah. We zijn nog zachter. Ja! Yeah. Ja, ja, heel goed. Ja, heerlijk. Hé, jongens, we zijn lekker aan het chillen in het badje. Maar het is geen spa-dag, hè? We moeten iets maken voor Lois. Oh ja! Ja, precies. Nou, kom. Neem nog even lekker wat mee en dan gaan we... Welke kant op? Die kant op. Hier begin je in de mengketel. Het water, de suiker en de geklozen wordt gemengd. Vervolgens, die koperen ketel die komt hier om te koken. En nu wordt het dus gekookt. En ik zat te denken, ja, aangezien Lois natuurlijk groot fan is van Kinderen voor Kinderen. Ja, niet dat ik iets heb voorbereid, hè, maar misschien kunnen we iets met Kinderen voor Kinderen doen? Oh ja, dat is wel een leuk idee. Dat is wel een goed idee? Oké, nou goed. Mooi? Ja. Ja! Nou, top! Nou, giet er maar in dan! Ja, zo makkelijk gaat dat niet. Oh. Jullie zullen toch eerst echt moeten roeren? Nou jongens, dat ziet er goed uit. Ja. Goed gedaan. Ja, nu gaan we het op de tafel leggen. Maar ik zie ja. nog geen kleurtjes, dus... Die worden dus toegevoegd. Ja. En je kan dus elke kleur kiezen die je maar wil. Rood met paars. Deze twee samen een beetje. En zo, dit dan? Beetje zo. Groen en blauw, paars, zoiets. Ja. Dan hebben we echt een stoepje van jullie. Moet je ruiken? Zo. Oh. Wow. Heftig. ja. Lijkt een soort van slijm. Zie je? Kijk dat eruit. Ja. Oh, kijk eens. Het is van alienachtig. Lijkt op een kussen. Het ziet er nu al echt als een snoepje uit. Ja. Hier wordt het deeg uit elkaar getrokken, wat je ziet. Ja. Zodat de luchtbelletjes inkomen. Zie je die keer, hoe mooi die wordt? Oh, dat ziet er mooi uit, hè? Ja, het lijkt op zo'n haar wat je kan. En aan jullie de eer om de lolly af te maken. Hey, hoe voelt het, Jirai? Best wel warm, maar ook weer lekker gloed. Nou, een beetje werken, mannen, want dit is natuurlijk nog geen mooie ka. Oh, dit is keihard. Ja. Lukt het? Ja. Oké, heel goed. Nou, op naar Loos. Hé, dank je wel, hè? Lukt het? Ja. Zwaar, hè? Oké, iets prachtig. Oké. Tadaa! Wow, hallo! Hallo! Hoi, Lois. We hebben een verrassing voor je. Ja! Je had een vraag voor ons, namelijk waarom snoep zo klein is. Ja, wij hebben geen idee, maar we hebben wel gezorgd dat jij een heel groot snoepje hebt om heel lang van te genieten. Hoi. Proef maar even of je hem lekker vindt. En, is het wat? Ja. Ja, is het lekker? Ja, is wel zwaar. Hoe lang ga je mee doen, denk je?
Lang. Brengen jullie hem eventjes naar binnen? Ja. Nou, als de vriendjes en vriendinnetjes van Lois kijken, ik heb een slechte mededeling, want zij is namelijk het aankomende jaar niet beschikbaar. Zij is namelijk heel erg druk met het opeten van dit snoepje. Hey, jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende Kinderen voor Kinderen. Help mee. En vergeet niet te abonneren. En vergeet niet te abonneren. En deze, hè. Doeg. Hey, Dax, kom je?